we hebben er over een donkersloot vandaan, van de flat. Hè? Ja, ze zal er niet door, want ze lag in het ziekenhuis op intensive care. Ja, aardig, ja, je lacht erom, maar mijn hart huilt hoor. Dus ze heeft longontsteking aan allebei de longen, want voor de week waren we nog bezig wandelen. Maar kon de jas niet vinden en het stormde nogal. En toen begon ze toch al te kuchen, maar ik dacht, nou het gaat wel. Maar dan lag ze dus op intensive care. Ja, maar ja, ze merkte zelf eigenlijk niks van, want ze lag in coma. En ja, je weet natuurlijk niet of ze terugkomt, want ze is natuurlijk al 90. Maar ja, komt ze terug, dan komt ze wel in een schoenenflat. Ja, ja, je lacht erom, maar je haagt er toch aan die mensen. Maar toch even van dokter Vogel naar de pillen slikken, want ja, die werkdruk die loopt me om, hoor. Ja, degene, ik vind het wel leuk, hoor. Het is mijn lust en mijn leven, maar je moet er wel rekening mee houden dat het... Maar ik moet ook nog naar meneer Kousen maken. Moet ik vanmiddag nog gaan revalideren, ook nog eens. Erg. Ik ben weg hoor. Dag hoor, dag. De zwembroek, die heb ik in de handdoek gerold. Oké, okay, ja, want we moeten opschieten, want over 10 minuten begint het te revalideren voor heren. Ja, ik moet namelijk revalideren ter gevolge van een noodlottig ongeval. Ja. Ik wilde laatstleden december mijn neef bezoeken in Zetten. In Zetten, ja. En toen trad ik de stationshal. Ja, nou, we hebben niet tijd voor het hele verhaal, want we moeten de zwemmen in. Jan, oh ja, dat vertelde ik net. De vloer van die stationshal, die was spiegelglad. En ik droeg zolen, lederen zolen. En die combinatie, spiegelgladde vloer en lederen zool, is mij fataal geworden. Ik heb wel een smak gemaakt aan juffrouw Kobi. Nou, ik was er zelf niet bij, meneer Kousenmaker. Oh nee, natuurlijk niet. Wat ik wel weet is dat u wel 2 maanden moet revalideren. 2 maanden relativeren, revalideren. Dat is een vergeetingsreeks. Ja. Het is namelijk zo dat door de opwaartse druk van het water gaan die spieren wat lichter. Zo, gaat het? Moet u hem even losmaken? Ja, ik ga hem even losmaken. Zo, wat? Meneer Kousenmaker, hebben u nou weer de zwembroek vergeten? Ik dacht dat ik hem in de handdoek had gerold. Hij ligt er niet in. Hij ligt er niet. Sorry, dat is een toezegging. Hier zo. Oh, au! Ja, u hebt wel gelijk. Ja. Kostbare tijd. Ja, zo. Even vasthouden. Oh, ja. Ja, die hebben we. Die hebben we. Ze zitten. Ja, zo. Het was spiegelglad. En ik had lederen zolen. Nou, waar zijn we? Oh, kijk, dus toen maakte ik... Zo, daar gaan we. Daar gaan we, hè, juffrouw. Ben je er klaar voor? Ja, hoor. Daar gaat hij hoor. Oh. Oh. Ja. Oh. Zo. Daar gaat ik. Oeh. Nou. Oeh, daar gaat ik hoor. Daar gaat die koekie. Oeh. Oeh. Kom mij helpen, mijn kind. Ik kom er nog aan. Revalideren. Ja. Zo. Moet mij vasthouden, ja, hè. Hammerjoe! Ja? Ja, gaat het? Ja. Gaat het toch? Ja hoor. Ja. En bewegen. Kijk eens hoe ik kan bewegen in het water. Hè? Als ik u vasthoud, hè. Maar ik moet ook op eigen kracht. Ja. Zo, gaat het goed, hè? Lekker. Ja, nou, ik ga eruit. Want ik moet toch naar mevrouw Donkersloot, hè. Oh. En ik moet ook nog naar begrafenis. Erg, hè. Hoe moet u eruit? Nou, dat goed. Nou, ik ga eruit. Dag hoor. Maar u komt mij wel weer ophalen. Ik ga het. Nou goed, meneer. Ja, dag. Dag, je voorkomen.